Het heengaan van advocaat Frank Truideman zondag is een gevoelig verlies bij de verdediging van ex-minister Gilmour Hoefdraad in de beruchte centrale bankcase. Zo stelt Merwin Dubois, die samen met Truideman en Irene Lalji het verdedigingsteam vormde van de ex-bewindsman. Truideman mag volgens Dubois gerust een nestor en icoon binnen de advocatuur genoemd worden. Natuurlijk, want dit is een brand van kennis is hier gegaan. We hebben sowieso, althans ik heb mogen ervaren dat hij aan kennisoverdracht heeft gedaan als ik hem wat vroeg. Hij was niet gierig voor zijn kennis. Maar dat neemt niet weg dat een vrij grote bron aan kennis is ingegaan. En ja, die kennis hebben we sowieso nodig in een megazaak als dat van meneer Hoefdraad. Ik ben al zeker een jaar, langer dan een jaar, met minister Truideman bezig in die zaak. En mevrouw Laldi is sinds vorig jaar augustus met minister Truideman en mijn persoon bezig in die zaak. Dus we hebben sowieso wel de richting waar we naartoe gaan. Het is al bepaald. En waarop we zouden kunnen steunen vanuit minister Truideman zelf. Dat moeten we dus nu zelf moeten nagaan en proberen te achterhalen. Dat gaat sowieso het geval zijn. Advocaat Merwin Dubois. Het heengaan van Truideman is bij de orde van advocaten als een schok overgekomen. Deken Samantha Gajraj zegt dat vooral jongeren vaak een beroep op hem konden doen. Ze heeft haar collega een week geleden nog gesproken over een deken aangelegenheid. Het was gewoon een hele prettige meneer. Je zou niet, als je met hem zou praten, zou je niet weten dat hij 87 jaar al was. Hij was jong van geest en helemaal up-to-date. Gewoon een hele fijne man. Het is een collega geweest waar je altijd een beroep op kon doen. Hij is de enige rechter ter lande, of de enige advocaat die eerst rechter geweest is en daarna heeft besloten om de advocatuur in te gaan. Dus vanuit die hoedanigheid had hij alle kennis en hij wist precies hoe de rechters dachten. Dus dat heeft hij ook, ook gebruik van gemaakt in zijn eigen praktijk. Samantha Gajraj, deken van de Orde van Advocaten. Truideman was onder de groep van 80-plussers één van de weinige praktiserende advocaten. Zelf had hij ook een zoon binnen de advocatuur en heeft nu een kleindochter die het beroep uitoefent. De jurist vierde op 30 januari zijn 87ste jaardag.